VHP-parlementariër Deo Sjarman zegt dat de geestelijke gezondheidszorg stiefmoederlijk wordt behandeld. Het lijkt erop dat slechts het fysieke gedeelte van de zorg, waarbij operaties gedaan worden en medicijnen worden ingekocht, belangrijk zijn. De psychische zorg krijgt volgens hem niet de nodige aandacht. Sjarman wijst erop dat WHO gesteld heeft dat vanwege de COVID-19-pandemie psychiatrische ziekten zullen toenemen. En wij allokeren niks om dat in te dammen. 40 miljoen voor chronische zorg bij PCS, voor suïcide niks. Voorzitter, dit is niet goed. Ik ga u vragen om uw invloed aan te wenden, maar ik kijk ook naar de regering om in heroverweging te nemen op welke wijze de regering in staat zal zijn om gelden te allokeren om suïcide-interventie en preventie ter hand te nemen. Elke dag krijgt u berichten. En die keer in één week 7 doden door suïcide. En elke dag hoor je in Wanica en Paramaribo en Combo en overal. En weet u wat nog erger is? Suïcide als psychiatrisch ziektebeeld gedraagt zich bijna als een infectieziekte tussen aanhalings- en sluitingsteken. Hij slaat over naar andere groepen en mensen die ook slachtoffer worden. Er is weinig hierover bekend, omdat ik weet dat er ook in de pers wat codes zijn om hierover te schrijven en te publiceren. Maar de omvang van deze problematiek is heel groot, heel ruim. En ik denk dat we vanuit moeten bepleiten, voorzitter, nog steeds, dat middelen worden geallockeerd en serieus aandacht krijgt. Omdat dit een immens, behalve dat het een medisch problematiek is, een immens sociaal-maatschappelijk problematiek is geworden die bijzondere aandacht behoeft. ABO-parlementariër Obed Kanapé zegt dat de psychische problemen een stille moordenaar is. Ook hij vraagt de regering om aandacht hieraan te besteden. In de tijd van COVID-19 hebben we aandacht daarvoor gevraagd. Nu vragen we nog steeds meer aandacht van de regering om te kijken naar onze Surinamers als het gaat om zelfmoord, suïcidegedachten en andere vormen van mentale gezondheidsproblemen. Als het gaat om depressie in de tijd waarin we leven, meneer de voorzitter. We vragen de regering als er om meer middelen te allokeren voor dit vraagstuk. Omdat uiteindelijk we willen dat we verder gaan met gezonde Surinamers. Die gezond kunnen nadenken over onze toekomst. En we bekommeren ons over elkaar en de situaties waarin we voorkomen. Meneer de voorzitter, we vragen de regering om dit punt van het geachte lid te ondersteunen. En meer middelen te gaan allokeren, al is het via een supplementaire begroting, meneer de voorzitter. Ook andere parlementariërs hebben dringende aandacht voor de geestelijke zorg gevraagd.